het uitbetalen van de salarissen en vakantiegelden aan ambtenaren deze maand was mogelijk door goed management van de regering. Minister Armand Achaibesching van Financiën en Planning zegt dat de huidige regering met haar beleid er constant voor zorgt dat de uitgaven in verhouding staan met de inkomsten. We hebben geen geld geleend en we hebben niet monetair gefinancierd zoals sommigen die dat ook toegestaan hebben in het verleden beweren. Wij zijn in staat geweest om door goed management al onze uitgaven, dus ook de vakantiegelden, te betalen deze maand. Niet alleen voor de ambtenaren, maar ook voor de ziekenhuizen, et cetera. Dus het gaat de goede kant op. We zijn er nog niet. Maar ik ben niet ontevreden over de kant waar we op gaan. Er is gezegd dat FDM... Minister Armand Achaibesching van Financiën en Planning afgelopen woensdag voor aanvang van de raadsvergadering. Hij geeft aan dat de huidige regering alleen vorig jaar een klein deel heeft geleend om de vakantiegelden van toen te kunnen uitbetalen. Ook geeft hij aan dat beweringen dat de regering in de COVID-pot is gegaan om vakantiegelden uit te betalen niet op waarheid berusten.